Hallo, lieve kinderen. Welkom in Dierenpark Amersfoort. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Toby en Pepper zijn al begonnen. Eens kijken waar we vandaag naartoe gaan. Kijk, daar is Vlinder. Vlinder wil graag verstoppertje spelen en wij mogen haar gaan zoeken. We moeten deze aflevering heel goed rondkijken, kinderen. Ga je maar verstoppen, Vlinder. Dan gaan wij eerst even kijken waar Toby en Pepper zijn gebleven. Dag, Vlinder. Toby, waar zit je? Hoi. Ah, daar ben je. Hallo. Hey, hoorde jij dat ook? Wat zit er verscholen achter die struik? Wie maakt dit geluid? Is het soms een ringstaartmakie? Een nijlpaard? Of een bever? Kijk eens aan, het is een ringstaartmakie. Ja. Daar wil ik wel meer over weten. Laten we eens kijken wat de ringstaartmakies aan het doen zijn. Zou een ringstaartmakie graag eten? Raden jullie mee? Ik weet het nog niet. Wat denken jullie? Ah, kijk, gras. Dat vinden ze dus lekker. Nou, eet smakelijk. Ik ben zo benieuwd waar ringstaartmakies wonen in het wild. Kijken jullie mee door Toby's verrekijker? Hebben jullie al een idee? Aha, daar wonen ze dus. In de tropische bossen van Madagaskar. Oh. Dat is een heel groot eiland bij Afrika. Wel 9000 kilometer hier vandaan. Kijk eens goed naar dit plaatje. We gaan proberen het juiste silhouet aan te wijzen. Welk silhouet hoort bij het plaatje? Wat denk jij? Die op het rode? Het blauwe? Of op het groene doek? Weet je het al? Laten we snel kijken naar de oplossing. Het silhouet op het rode doek is juist.
Wat knap als je dat goed had. Wil je nog iets over de ringstaartmakie leren? Laten we dan eens van heel dichtbij gaan kijken. Wat zou dit kunnen zijn? Zie jij het? Zijn het oren? Of een staart? Wat denk jij? Ik ben nu wel heel benieuwd. Aha, het is een staart. De prachtige gestreepte staart van de ringstaartmakie. Nu snap ik waarom hij zo heet. Hij heeft allemaal zwart-witte ringetjes om zijn staart. Kijk, daar vliegt Pepper. Oh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor me zoeken? Eens kijken. Waar is de veer gebleven? Goed kijken, hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Ah, gevonden. Daar is de veer van Pepper. Kun jij raden wat een ringstaartmakie leuk vindt? Houden ze van gezellig samen luieren? Of zijn ze liever in hun eentje? Zal ik het zeggen? Ja? Kijk, ringstaartmakies willen het liefst samen zijn. Ze leven in groepen en ze vinden het leuk om bij elkaar te zitten en te luieren. Gezellig hoor. Ik heb hier een mooie puzzel. Zullen we samen puzzelen? Zie je al wat het wordt? Kijk eens wat leuk. Mooi, hè? Kijk, daar hebben we de vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij de vlinder kunnen vinden in deze aflevering? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Weet jij het ook? Zullen we eens gaan kijken waar? Kijk, ze zat verstopt bij het silhouetspel. Goed verstopt hoor, vlinder. Zo, we hebben weer veel geleerd vandaag. Jouw aflevering zit erop, vriendje. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende ontdekkingsreis. Dan gaan we weer een ander dier zoeken en spelletjes spelen. Dag! Wist je dat er ook een Storyzoo-shop online is? Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Bierbaks. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. We kunnen samen Engels leren. Je kunt ze kopen in de Storyzoo online shop. Klik hier. Knuffels. Wacht. Klik hier om nog een filmpje van ons te kijken. En klik hier om te abonneren op ons kanaal.